and here for Tears for Fears. And everybody wants to rule the world. Nou, de grootste asshole op dat gebied is gelukkig weg. Biden heeft gezegd, hij mag ook niet meer in staatsgeheimen kijken. Oh, nou, dat snap ik wel. Gebruikelijk, ja, maar, toch? Ja. Ja, weg met die gozer. Wat gaan we doen? We gaan het opleuken. Zin in. Ja. Gezelligheid en top. En Lex zit er bovenop. Welkom bij. Absoluut. Kijk mee via de beelden, mensen. Want voor de mensen meekijken, vriendelijk welkom via de televisie, via de grote schermen. De beelden worden nu geschakeld bij absentie van Nick Paré door Jeroen van der Plank. Ja, dag Jeroen. Jazeker. Hallo. Google zijn naam en dan kom je hem vanzelf tegen. Leg hem even een Aspro-bruis naast voor de zekerheid. Want je weet het nooit wat er gebeurt als je dat ziet. Aspro-bruis. Dat is echt van jouw generatie. Ja, het is de familie van Joke Bruis. Ja. Dus ja hoor. Zeg, wat gaan we doen? Nou, we gaan het opleuken. Met Margreet Dolman bijvoorbeeld. Oh, ja, die gaat ons wat positiviteit bij praten vanaf morgen. En leuk. Hoe, dat vertelt ze zo zelf. Ja, wie is daar nou weer? Oh, ik ben Willy Bort Frikijn. Is hij weer? Eddie Keur? Nee, wat een zeur. Ja, absoluut niet. Trek het erop, man. Nee. Zo zeker heb ik er nooit meegemaakt. Ik heb deze er even bij gesleept van Wally Tax. Ah, was een grote hit. Dit is Miss Wonderful. Oh, Miss Wonderful. Luister mee naar de show. Ja hoor. Die hele gekke show. Zeker. Keur in de middag. Hier op NH. Morgen wordt Nederland weer een beetje positiever gemaakt. Ja. Dankzij de inzet van Margreet Dolman. Margreet die maakt namelijk iedere zondag een voorstelling om Nederlanders wat hoop en wat optimisme mee te geven. Oh. En hoe zo'n voorstelling er ongeveer uitziet, dat vragen we natuurlijk aan Margreet Dolman zelf. Mevrouw Dolman, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, wat leuk dat ik in jullie uitzending mag verschijnen. Ja. Niet verschijnen, maar wel verhoren. Ja, eigenlijk, ja. Hè, want ik ben te horen. U bent wel te horen, hoor, door de kust. Ja, ja. Ja. Dat is mevrouw Dolman in de show. Ja. Wat leuk. Ja. Ja, wat heerlijk om u weer even te horen. Ja, het liever hadden wij u ook gezien. Want wij zijn, ik moet even voor mezelf spreken, maar ik ben groot fan van Margreet. Ik heb altijd ontzettend van u genoten toen u bij Sonja Barend zat, onder andere. Ja, maar dat is al wat 45 jaar geleden. Zeg, u schrijft, u omschrijft zelf de show als een vrolijke voorstelling met zang, humor, actualiteit, bevlogenheid en vooral warmte. Daar zijn we wel een beetje aan toe, hè, wat positiviteit, hè. Op dit moment heb je enorm behoefte aan rechtstreekse warmte. Code rood is code rood. Ja, code rood. Wat is dat voor een gevaarlijk. Heb jij het wel eens meegemaakt, Eddie? Nee, ik heb al heel lang geen vriendin meer. Dus daar ben ik mee gestopt. En Lex ook niet. Nee. Ik verheug me enorm op code rood. Met een leuke vriend. Of met, wie is daar? Ah, goedemiddag, Keur. Ja, hallo. Ja, ik ben Beb. Beb. Hallo. Ja, wat gezellig. Ja, we hebben een leuk programma. Iedereen loopt maar binnen, mevrouw Dolman. Ja, ik geef dominee Grim naar te even. Ja, goed, heel goed. Oh, dat is leuk. Ja, dat is natuurlijk dat is toevallig leuk. In de buurt. Ja. Hallo, hallo. Ja, u spreekt met Gremdaad. Hé, hey, dominee, hallo. Ja, fijn. Ik verheug me er ook op om morgen ook een hart onder de riem te steken bij de mensen thuis. Heeft u zelf ook last van, zoals dat zo mooi heet, huidhonger? Nee, huidhonger, niet, dat heb ik niet. Dat vind ik ook een beetje, ik hou niet zo van clichés. Nee. Kent u die uitdrukking niet van clichés houden? Ja, kennen we. Ja, dat wordt fijn. En nou ben ik weer terug. Want, oh, dat is toch hartstikke leuk. Is Paul Hane ook bij het toevallig in de buurt, dat hij er ook nog even een serieus woord erover kan zeggen? Want ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar Paul is er wel een beetje de baas daar, toch? Of niet? Ja, dat is waar, maar ik zal hem even geven. Ja, klein ogenblik. Leuke man, die is bij mij. Ja, hallo. Hé, hey Paul. Hoi, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Jij zat toch eerst bij Talpa? Ja, bij Radio 10, daar ben jij nog te gast geweest. Dat vond ik ontzettend leuk. Ja, en waarom zit je nu dan bij Radio Noord-Holland? Heel eerlijk, Paul. Ja? Geld. Oh, ja, je hebt het. En nou ben ik weer terug. En ben je ook verbonden met Lex? Ben je met mij verbonden, Eddie? Ik had eigenlijk gelijk een klik met Lex toen hij hier begon. Dat merk ik ook. Dat merk je als radioluisteraar ook. Dat jullie heel goed een goede klik hebben. En het hoeft helemaal niet intiem te zijn. Nee, liever niet hoor. Vertrouwingwekkend. Ja, oh, dankjewel voor dat. Mooie woorden. Kijk je ook mee via onze beelden? Want wij zijn gewoon te zien via aan NHTV, hè?
Ja. Ja, en dan zie je wel het leeftijdsverschil, maar dat maakt helemaal niet uit. Dat is wel grappig ook, hè? Ja, wat is dat nou toch steeds, joh? Oh, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag, dat weten we nou wel. Wij wachten op de prik ook. Maar, dan heb je iets om naar te verlangen eigenlijk. Ja. Want als de prik voorbij is, ja, dan heb je niks meer om naar te verlangen. Nee, maar u wil graag geprikt worden? Ja, ik wil graag een levensprik. Ja, en het vaccin, wilt u dat ook? Ja, het liefste vaccin. Margaret Dolman, kijkt vooruit. Voorlopig is het alleen morgen en dan gaat het theater daarna dicht ook. Oh, waarom is dat? Nou, er komt een funderingsherstel. Tuurlijk. Dat is nodig. Ja, dat zag ik. Ja. Ik zag u voorbij strompelen. Ik denk, nou, daar is ze wel aan toe, aan een funderingsherstel. Ja. Ja. Ik vond het heerlijk dat u er even was. Doet u al uw mannen daar de groeten? Want, ja, dat zal ik doen. En jullie ook, lieve boevenkindjes. Ja. En nog een hele fijne, hele fijne uitzending. We gaan naar je zwaaien. Dankjewel, mevrouw Dolman. Ja. Dikke kust. Dag. Doei, doei. Oh, if you're gonna give me good kisses, like-